Zo, de vrede en de genade van onze Heer Jezus Christus mogen met jullie zijn. Ik wil zo graag een thema vandaag met jullie delen, net als zo ook gebeden. Hopen wij dat dit heeft ook een toepassing van ons huidige geestelijk leven. En de titel van het thema is: alles komt neer op aanbieding. Matthäus hoofdstuk 4, vers 8 is de inleidende tekst, dat wil ik zo graag met jullie delen. Matthäus 4, 8 tot en met 10. En de Bijbel zegt: opnieuw nam de duivel hem mee, Jezus Christus, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem: dit alles zal u geven als u knielt en mij aanbiedt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult u aanbieden en hem alleen dienen. De goede situatie van deze wereld leert ons dat wij in een strijd tussen goed en kwaad zitten. En wij zijn betrokken, iedereen van ons. Het maakt niet uit wie wij zijn. Wij kunnen niet neutraal blijven in het middelpunt. En we zien ook heel vaak twee manieren om God te aanbieden. Twee wegen. Er zit geen middelpunt. Twee wegen, één voor het eeuwige leven en één van de eeuwige dood. Dus we moeten een beslissing in ons leven nemen. En de kracht van het goede, vertegenwoordigd door God, zien wij ook heel duidelijk, leert ons dat hoewel we in een wereld van zonde leven en tot de dood zijn veroordeeld, als wij in Christus geloven, wij eeuwige leven hebben. Als Johannes hoofdstuk 3 vers 16 kunnen wij lezen. Het woord van God is een gids voor de christenen en leert ons de weg naar het eeuwige leven. Nou, dus we hebben een map, we hebben een kaart om door te gaan. We zeggen vandaag een GPS. Dat leert ons om de juiste weg te nemen. En als wij verkeerd gaan, hij zal ons op de juiste weg meenemen. Volgens de Bijbel misleidt het kwaad, vertegenwoordigd door Satan. Dus God is de waarheid en Satan misleidt mensen. In de wereld om te geloven dat God regering slecht is. En dit was zijn mening altijd, dat God regering slecht is. En Satan heeft verschillende middelen gebruikt om de liefdevolle karakter van God te verdraaien en de mens gaan te laten geloven dat ze gelukkig kunnen zijn zonder God te geloven. En er zijn meerdere wegen dat kunnen wij ook de blijdschap vinden. Maar het woord van God zegt duidelijk in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 3. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 3. Laat niemand u op enige rij wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de Alfa gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verdrijf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God verdeerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dus de bedoeling van Satan, hij wil aangeboden worden in deze wereld. En die tekst plaatst ons in het, net voor de toekomst, de komst van Christus. En leert ons dat wel er zijn gebeuren voordat hij terugkeert. Dus het is een tekst, een Bijbeltekst voor iedereen van ons opnieuw, op die moment. Die heeft net een toepassing. Satan, zoals heeft met Jezus gedaan, wil aangeboden worden. Hij neemt ons in een berg en laat ons zien wat in de wereld offert vandaag. Als wij de tv kijken of de media kijken, internet, zien wij hoeveel wegen
Satan zet voor de jonge mensen om te genieten en hun God te vergeten. De openbaring van het kwaad zien wij ook in de Bijbel. Op het moment dat toch iets misleiden van Satan zo subtiel dat een van de meest effectieve middelen die hij zal gebruiken is een valse religie. Valse religie betekent dat mensen die praten over God, ze gaan naar de kerk, ze doet alles wat de Bijbel, uiterlijk wat de Bijbel zegt, en hij gebruikt een val vroomheid ook. Vanaf het begin tijden wilde Satan ware aanbieden veranderen. Door de ware eredienst te veranderen en te verdraaien. Blijft hij dit doen tot het einde der tijden. Zien wij dan dat dit is zijn inzet vandaag de dag. Hij wil niet dat de naam van de Heer geprezen wordt in de kerk. En laten wij sinds het begin kijken de situatie of denken aan Cain en Abel. Abel is de eerste martelaar voor de waarheid. Omdat hij stierf om de wil van God te gehoorzamen. Hij was eigenlijk de eerste martelaar omdat hij ware aanbieden God bood. En laten we in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 4 lezen wat God zegt over Abel. Hebreeën hoofdstuk 11, 4. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Cain. En daarom kreeg hij een getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door zijn geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Het interessante hieraan is dat Cain ook een offer aan God bracht. We zitten hier in twee diensten, dat was bijna dezelfde als elkaar. Hetzelfde als elkaar. Ja, Cain praat over God, misschien heeft ook gezongen, heeft een mooie altaar opgebouwd. Zijn altaar was prachtig en hij deed alles om God zijn eigen manier te aanbieden. Maar het één resultaat was dat God dit offer niet accepteerde. Is het niet vandaag dat er zijn zoveel diensten in de naam van God, dat God zal alleen accepteren een soort dienst, gebaseerd in gehoorzaamheid. En hier zien wij dat Cains fouten zijn motivatie voor de aanbieding was. De manier waarop hij aanbad was bedoeld om Gods instructies te verbeteren. Want God heeft niet perfect gedaan, dan ik ga wat ik denk wat beter is. Cains aanbieden ontbrak en het verzoend bloed. Het bloed van Christus. De manier dat God wilde de dienst uitgevoerd worden. Christus stond niet in de middelpunt. In het middelpunt. Het beste broers. Dus beste broers en vrienden. Wanneer Christus niet in het middelpunt iets van onze aanbieding. Zoals vandaag. Stel dat ik praat zoveel dingen, maar Christus staat niet in het middel van onze aanbieding. Maar wij zeggen, ik denk dat dit beter is. En ik ga het in mijn eigen manier maken. Niet zoals de Bijbel. Niet zoals dat zegt de Heer. Kunnen wij er zeker zijn van dat God niet tevreden zal zijn met deze aanbieden. Het vuur van God zal niet op dat altaar neerdalen om het offer te verterren. En misschien hebben wij valse altaren meer, de valse altaren meer, hoe zeg je, aantrekkingskracht. Er zit een mooie oud. Zijn meer gevoelens en voelen mensen zich tijdelijk tevreden dan de altaar dat God heeft genoemd. Ja, een mooie altaar met bloemen, met fruiten, mooie reuk. Ja, als we vergelijken met een altaar met een dode lam met bloed.
Ja, menselijk zullen wij ook, ook die altar van Kain kiezen. Ja, in menselijke opzichten, ogenpunt. Maar de Bijbel laat ons zien dat we wegvluchten van deze altaren, gebaseerd op menselijke filosofie. Die zeggen, ja, humanisme, psychologie en ik ga ook verder soms ook theologie. Wat ze willen in soorten manieren, zoveel manieren om het kwaad te rechtvaardigen. En om te zeggen, oké, God zegt dat, maar alles is relatief. Hebben jullie ooit gehoord? Alles is relatief. Ik heb ook in theologie gehoord. Het is niet zo serieus, ja. Niet doden, ja, doden betekent niet... Er zijn meer betekenissen, ja. Ook een betekenis, het is heel duidelijk, niet doden, klaar. Ons centrum is Christus. Centrum is Christus om zijn wil te gehoorzamen. En dit is de motivatie van een dienst. Dus het belangrijkste concept in de Bijbels verhaal van Kain en Abel, met betrekking tot aanbieding, is dat ware aanbieding plaatst Christus in het middelpunt. Valse aanbieden is gebaseerd op ik denk, en dit is mooier. En ik ga ook verder, dat God zal ook niet plezier vinden als ik in een dienst probeer mijn kennis. Hoe goed ben ik? Wat heb ik hem gedaan? Kijk aan mij. Dat een mooie preek heb ik gedaan. Wat zit mooi? Waar zit Jezus dus? Waar zit het glorie van God? Is het niet dat de mensen gaan heel vaak aan de predikanten en niet wat de boodschap is? En ik ga verder om te vragen, en dit is een toepassing van vandaag de dag. Wat is voor jullie, wat is voor u aanbieding? Wat betekent het voor jou om vandaag naar de dienst te komen, naar de kerk, om hier te zitten? Komen wij uit traditie of gewoonte? Komen wij alleen om een preek te horen? Er zijn mensen die het rooster kijken, met preken en bekijken en zeggen, ja, als deze persoon preekt, ga ik naar de kerk of ga ik een internet volgen. Als een andere persoon preekt, ja, ga ik niet. Of ik ga ergens anders naartoe. Zoals wij gaan in een restaurant en wij gaan zitten in de kerk en wij zoeken van een menu en zeggen, ik wil dit aan de andere. En dit is de manier dat ik wil God aanbieden, in de manier dat ik denk dat beter is. Ja, die gaat niet zo. God heeft een andere perspectief. Eigenlijk is het moment van prediking het belangrijkste deel van de dienst. Maar we zullen niet gemotiveerd moeten worden door de persoon die gaat preken. Want anders is het een failure. Anders gaat het helemaal op één persoon. En we komen naar de kerk door één persoon. Maar dat de boodschap, dat het woord van God zal ons geven. En ik wil jullie zeggen, ik heb geleerd ook voor iedereen hier, net als voor een kind, kan ons een boodschap van God ons brengen. Veel mensen zijn teleurgesteld omdat ze niet voelen dat de prediking heeft gewonden. En die gaan naar deze dienst en die voelt niks. Ja, door verschillende. Elke predikant heeft een fout. Elke predikant heeft een karakter. En wij zien de zender, maar niet het boodschap dat God wil ons sturen. En daarom is alsof de automatisch piloot, dat we zitten in een kerk en we zeggen amen, amen, we luisteren. Maar de preek, het woord van God heeft geen inzet. We zijn niet betrokken met de boodschap dat God wil ons geven. Dan we schakelen in deze manier en eredienst gaan in oud gewoonte, gaan zitten, luisteren en wij gaan naar huis zoals wij zijn aangekomen. Is het de bedoeling van God? Was het de bedoeling van God dat iemand heeft gezondigd en kwam met een lam of met een dier en hij kwam terug naar huis zoals hij is aangekomen? Nee, zien we in de Bijbel dat de echte eredienst is dat iemand heeft gezondigd. Hij heeft met een lam aangekomen, het lam aangekomen en hij heeft een ervaring. De verdrietig dat hij heeft voor de zonde is vergeven en ze komt terug naar huis. En verschillende offers
Laat ons zien dat één offer is helemaal voor God. En hij zegt, ik geef allemaal aan God. En de andere offer ga ik een stukje deelnemen. En ik ga ook met mijn vrienden delen. Zodat ik zal ook mijn vrede met mijn buren, met iedereen, met mijn vrienden delen. Ik ben vergeven van God. Maar het beste broers, aanbieding heeft een ander perspectief. We komen om God te aanbieden. De bedoeling dat wij zijn hier, of wij hier zijn, is niet alleen maar een preek te horen. Maar zo zijn gemotiveerd, ik wil God aanbieden. Ik wil één dag, de zevende dag dat hij heeft voor ons gekozen, de naam van de Heer aanbieden. Zoals hij zegt, het maakt niet uit wat de mensen zeggen, dat zegt de Heer, zal ik ook doen. Maar de vraag is nog steeds, we willen God aanbieden. We kwamen hier om God te aanbieden. Maar de vraag is nog steeds, op welke manier willen wij God aanbieden? Zoals Kain of Abel. Er zijn twee manieren. De manier dat God wil en de manier dat ik denk dat ik moet aan de kerk komen. Dus uiteindelijk zien wij dat aanbieding God, eredienst, is ook een voorbereiding, niet alleen voor een predikant. Die moet door de week een preek voorbereiden. Een mooie preek, mooie woorden, dat de uitspraak gaat goed, dat de thema is goed overlegd, dat het mooie thema blijft in YouTube. Het is ook een voorbereiding voor iedereen van ons. En daarom heeft God in het Oude Testament laten zien de diepte van de zonde, hoe deze rituelen moesten een voorbereid hebben. Niemand zou kunnen. Ja, ze moeten ook een lam zoeken. Ze moesten ook rekening houden hoeveel zonde hadden ze gedaan. Ze moeten schrijven of herinneren. En het was een manier om naar God te gaan. En welke offer brengen wij vandaag aan God? Hoe kunnen wij deze toepassing van vandaag doen? Laten we in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 lezen. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Dit is de eredienst dat God vraagt ons. Ik roep u daar dan nu op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levende offer. Ik zeg broeders, maar zeg broers, zusters en iedereen. We moeten een levend offer zijn. Hoe? Heilig en welgevallig aan God. Dat is uw redelijk eredienst. Dus de offer dat God vraagt ons vandaag de dag, het offer is niet maar een lam, maar dit is dit onszelf. God vraagt van elke van ons een totale overgave, een rationele, logische aanbieden. En als wij God op de juiste manier aanbieden, zullen wij zo'n diepe ervaring met God hebben. Dat wij in plaats van willen dat deze dienst eindigt, maar dit is te lastig en ik heb zoveel dingen te doen thuis, verlangen om de hele dag om God te prijzen. Er is iets dat wij missen, broers en zussen, in de eredienst. Waarom kunnen wij naar Netflix zitten, een paar uurtjes om een filmpje te kijken en wij zitten niet moe? En waarom zitten wij meer dan een uur in een dienst? En wij willen dat beëindigen, want het is de tijd. Was het eerder dat de mensen die zitten aan Jezus te luisteren de hele dag, ja, er is iets dat we missen. Er komt een deel, misschien van een predikant of van de persoon die gaat het woord van God delen, maar er komt ook een deel van ons. Wij zijn niet voorbereid voor diensten. We begrijpen helemaal niet wat prijzen de Heer betekent. Of wel? En als wij elke dag oefenen God te prijzen, God vraagt twee offers in het Oude Testament. Een offer in de nacht, een offer in de morgen. En als wij deze verlang hebben en als wij oefenen, zullen wij een ervaring met God hebben. Zullen wij in de Sabbat komen en zullen wij ook verlangen om God te aanbieden.
Laten we Openbaring hoofdstuk 4, vers 8 lezen. Wat zegt de Heer? Want dit is ons voorbeeld van aanbieden. Openbaring 4, vers 8. En de vier dieren hadden afzonderlijk zes vleugels rondom. Van binnen waren ze vol ogen. En ze hadden geen rust. Ja, geen rust. En ze zeiden dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, Almachtige, die was, die is en die komt. Ik wil jullie niet zeggen dat we moeten dag en nacht geen rust hebben, maar dit gebeurt in hemel vandaag, op dit moment. Wat zeggen? Heilig, heilig, heilig. Ze zeggen, ik denk dat God heilig is. Want kijk mee, wat een mooie vleugels heb ik. Centraal, God, heilig, heilig. En ze bedekken. In onze cultuur moeten wij, als wij komen met iemand, moeten wij ontdekken en zo. Maar ze bedekken voor het woord van God. Ik ben ooit een paar keer in een synagoog geweest. En op het moment dat ze gaan het Bijbel lezen, ze komen om te dekken. Het is echt een respect. Alleen van het woord van God. En hoe vaak gebruiken wij het woord van God als niks? Het is het heilig woord van God. God wordt dag en nacht geprezen volgens deze Bijbeltekst. Door zijn engelen. En ze vervelen zich niet. Er klinkt geen geluid van mobiele telefoons in de hemel. Of Facebook, of drinken, eten, zoals in een cinema vandaag. Als wij dieper brengen wat betekent om God te aanbieden, zullen wij begrijpen dat naar de eredienst gaan betekent dat wij de aanwezigheid van God oproepen op deze plek, naar deze plek. Om in andere woorden, wij nodigen God, de God van het universum uit, om naar deze plaats te komen. Denken jullie hoe serieus is deze, wat we praten nu? Die laat ons zien dat er zijn twee manieren om God te aanbieden. En ik ga verder met in basis van de offer van Kain en Abel. Sorry, maar Kain heeft niet God geroepen in deze offer. Met onze manier van aanbieden kunnen wij God roepen in deze plek. We moeten voorbereid zijn. Maar kunnen wij helaas ook Satan oproepen? Ja, dit gebeurt niet toevallig. Dit is echt gebeurt in andere diensten. De manifestatie van God in ons midden, de persoonlijk is hier. Dus mijn vraag is nog steeds: wat is het hoge punt van eredienst? Wat denken jullie? De preek? De woorden dat nu hier zegt, dit is de manifestatie van God in ons midden. De persoonlijke ontmoeting met God. Wij roepen aan God op, in deze moment, dat Hij komt. En het hoogste punt van de eredienst is dat God komt ons te ontmoeten. God manifesteert zichzelf. En vandaag wil God zichzelf hier manifesteren op dit moment in iedere van onze harten. Geloven jullie dat? Satan wil dit niet. Hij wil dat je leeg, verdrietig, ontevreden terug naar huis gaat. En er staat geschreven in de geest van de profetie dat Satan zit in de vergadering en hij beweegt zijn vleugels achter om te proberen, zoals in de vergelijkenis van de zaaier, dat deze zaden gaan weg. Dat wij zullen nooit die aanwezigheid van God, die voorrecht aanhouden. Maar God wil je vandaag voldoening geven. Broers en zussen en vrienden, als wij dit maar zouden wensen, hoe anders zou onze ervaring zijn? Hoe anders zou de gemeente zijn?
En God bespreekt ze Israël streng, omdat ze diensten brachten die hem niet bevielen. Laten we Maleachi, hoofdstuk 1, vers 13 en 14 lezen. Maleachi, hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Bovendien heb ik u gezegd, o, wat een last is dit. En u heeft mij veracht, zegt de Heer van de legermachten. En u hebt het geroefde, het kruipelen en het ziekte gebracht. En u heeft een offer gebracht. Zou ik dat uit u gaan accepteren, zegt de Heer. Vers 14. Vervloekt is de bedreiger die een mannetje dier in zijn kudde heeft beloofd, maar de Heer en de beschadig offert. Want ik ben de grote koning, zegt de Heer, van de legermachten. En mijn naam is omzwak gekend onder de hedenvolken. In andere woorden, proberen wij met een perfect offer aan God te komen. En wat betekent dat? Maar we hadden nooit de inzet genomen, of de zorg genomen om de eredienst aan God te brengen. En we komen zo meteen aan de kerk, we zitten en we denken dat alles gaat als we denken. Er moet een voorbereid worden door de week. Door de Maleachiën houdt God dat aan zijn volk, dat hij niet tevreden is met hun erediensten op de dag, zegt God, verdietigen. En als we lezen de hele context, God zegt, hopelijk iemand zal de deur van de gemeente sluiten. Maar die dienst dat jullie doen, in deze geval, heeft geen plezier in. Ik heb geen plezier in. Door Maleachi zien wij deze boodschap aan God. God zelf verklaart dat wanneer we een volmaakte offers brengen, we zijn naam verminderen, minachten. En als wij lezen in de hele context, zullen wij ook zien. Het is mogelijk dat dit tegenwoordig gebeurt. Er is een toepassing van ons leven vandaag. Maar God wil zijn aanwezigheid manifesteren. En blij zijn met onze erediensten. En daarom moeten we op de juiste manier en met een juiste houding komen om hen te aanbieden. Ik wil beëindigen met de feit dat het laatste conflict op de aarde zal gaan over aanbieding. Openbaring hoofdstuk 14 vers 6. En ik zag een andere engel hoog aan hem vliegen, die het eeuwige evangelie had om te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met luide stem, vrees God en geef hen eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbied hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Het eeuwige evangelie dat moet worden verkondigd, spreekt aan aanbieden aan God. En dit zal de laatste strijd tussen het volk van God en zelf van God in deze wereld. God erkennen als de enige ware God. En hier zien we opnieuw dat als wij God willen behagen, wij het offer moeten brengen zoals Abel dat deed. Volmaakte gehoorzaamheid aan Gods instructies. Aan de andere kant zal de laatste conflict gebaseerd zijn op de aanbieding van God of aanbieding van Satan. En we lezen in Openbaring hoofdstuk 13, vers 15 verder, dat God, Satan zal proberen de mensen dwingen om hem te aanbieden. En diegenen die zal niet hem aanbieden, zullen, ze zijn in gevaar, ze gaan hem doden. Ja, hij wil hem doden. En het maakt niemand dat kopen en verkopen, behalve zijn die de merkteken heeft, op de naam van de beest of het getal
zijn naam. De kinderen van God zullen een ervaring moeten doormaken die ligt om van Daniels vrienden in Babylon. Jullie kunnen ook herinneren wat gebeurde daar. God manifesteerde zijn glorie in gehoorzaamheid, in de oven van beproevingen. En wij zullen moeten kiezen om Satan te aanbidden en de geboden van God te overtreden of aan straffen lijden en zelf hun leven verliezen, maar God behagen door zijn heilige wet te gehoorzamen. Satan wil de eer ontvangen die alleen God verdient. En hij probeert die te bereiken door bedrog. Door verschillende dingen dat we zien vandaag de dag. In iedereen, meestal voor de jongeren en kinderen. En we laten zien wie dienen door aanbidding. Daarom is het zo belangrijk dat wij vandaag deze ervaringen met God hebben. Dat alleen door de wetten dat waren aan dat de wet, door te weten dat ware aanbidding is, kunnen wij de geloofervaringen hebben. Mijn wens en gebed is dat we de prachtige ervaringen van aanbidding van God zullen hebben. Dat Hij ons zal verzegelen om op dit moment in zijn aanwezigheid deze plaats in elke van ons zal manifesteren. Amen.